Leuk dat je kijkt. We zijn vandaag voor moederdag in de Efteling. Met de hele familie, ouders, schoonouders. Suus er ook. Komt ze. Het loopt ze. Hallo Suus. Hallo Suus. Zie je ook, heel enthousiast. Zin in ook. Vanuit de Efteling. In het Sprookjesbos. Ik weet even niet waar de rest blijft. Maar daar komen de schoonouders. Mijn ouders zijn nog even zoek. Gewoon leuk. Het begint een beetje traditie te worden, iedere moederdag. Gewoon lekker naar de Efteling. Gewoon leuk. Vlot zijn ze ook, kijk daar komen ze. Krijg je als je ouder wordt. Wie? Ja, zij liep bovenlangs. Ze heeft de wandelschoen aan. Kijk, mijn moeder heeft normaal gesproken hekel aan trappen. Die geeft ze normaal gesproken na, maar ze komt nou eens bovenlangs gelopen. Mijn vader die... Je hebt ook heel wat mee te zeulen, hè? Ik heb het van geen vrienden, laten we het daarop houden. Dus maar we lopen dus gewoon eventjes naar door het Sprookjesbos. We gaan zo onderweg naar Fata Morgana. We hebben een niks moet, alles mag mentaliteit vandaag. Maar de vraag of we nog ergens in. We hebben een droomvlucht gedaan, die was verrassend rustig. Dus ik ben benieuwd wat we nog meer allemaal gaan doen. Maar dit is dus het Sprookjesbos, kabouterdorp. Ook dat is hartstikke gezellig. Met die misverkiezing. Kan je nog knippen en plakken? Dat kan, maar hoeft misschien niet. Maar die heeft vanaf de geboorte, wat heeft ze dan? Geen harm. Dus ze kreeg een cookie. Dus ze ging, nee, ze ging hier. Ja. En ging ze hondenbolle grijs eten geven. Deze met die arm. Dus komt de arm uit. Ik vind het humor. Ik geloof niet dat ik dat eruit hoef te knippen. Dat is wel mijn type humor. Ja. Maar er zijn beelden van, anders plak ik dat ertussen denk ik gewoon. Dan gaan we zoeken dat even op. Ja. Is dus een model geweest, die had geen armen. Dat was vorige week dus. Wanneer was het? Vorige week op televisie. Was vorige week op televisie. We gaan het er gewoon tussen knippen. Dat komt dus hier zo meteen hierna gelijk. Hallo! Nou, dat was dus bij Hollebolle Gijs. Die zit hier zo. Vorige keer deed hij bij mij niet. Dat was ook hier. Toen gaf ik een papier. Heeft er iemand papier? Heeft er iemand papier? Niemand papier? Oh, Ellie heeft papier. Niemand heeft papier? Nou, dat meisje gaat doen. Daar is hij. Daar gaat hij. Hij doet het weer niet. Hij zit nog steeds stuk. Hij doet niet, hij heeft geen honger. Dus, lange nek is er ook. Lange Jans, als ze hem hier noemen. Weet ik ook niet waarom. Lange Jans en snoepjes. Voor eens en voor altijd. Nee, die is een stukje verder. Die was bij waar Pinocchio nu is. Misschien is het daar wel. Dan plak ik hem daar tussen. Dus dan plak ik hem daar tussen. De soldaat staat bij... De soldaat staat nu bij de Vliegende Hollander en de Baron. Soldaat die daar bij binnen stond? Nee, die stond daar. Naar Roos, kijk door Roos. Nee, die stopt. Ja, dat dacht ik. Die staat waar nu Pinocchio is. Oh, daar staat hij nu. Nee, daar stond hij. En hij staat nu bij de Vliegende Hollander. Wat is mijn vader is wat aan het opzoeken. Opzoeken, even het bewijs aan het opzoeken, of niet? Ja. Ik wou er een wandtek van maken, denk ik leuk, dan gooi ik hem nou gelijk online. Maar dit was er vroeger ook gewoon een snackwinkel, schat. Maar echt gewoon patatjes. Niet alleen maar fris, maar ook gewoon patatjes en broodjes. Popcorn. Ik dacht dat hier ook... Je zegt er. Ja, wat? Wat is er? Ja, ik heb je getagd. Ja, maar Lau wil niet getagd worden. Nee, dat lukt niet. Dus ik heb hem eronder gezet. Dat is leuk, hè? Met een voetstap. Dat maakt niet uit, maar ik kon jou niet taggen. Hoe kan dat? Weet ik veel. Ik kon jou niet taggen. Kan ik misschien nog aanpassen thuis? Dat was vorige week zaterdag op SBS 6. Dus. Vorige week zaterdag op SBS 6. Als het op tv is geweest en het was grappig, is dat terug te vinden. Komt helemaal goed.
Ja, het is al op internet ook het een en ander. Dus misschien dat je daar ook wel... Nou, komt helemaal goed. Maar wij zijn al meer... We gaan het er ook tussen, we gaan het zo wel zien. Van mijn rood kapje. Zal ik anders even de camera omdraaien? Is dat misschien leuk? Nou, denk ik wel dat dat leuk is. Kijk, rood kapje. Deze is helemaal gesloopt geweest. Ze waren bezig om het huisje op te knappen en toen bleek de fundering niet echt meer te voldoen aan de eisen. Dus afgebroken, opnieuw opgebouwd. Verbeterd in wel in dezelfde stijl. Joh, je zegt dat is het originele huisje, geloof het ook. We hebben goed de best gedaan. Jullie weten allemaal hoe het sprookje verder gaat. Roodkapje en grootmoeder zijn gelukkig door de jager gered. Gelukkig door de jager zijn ze gered. Gelukkig. Gelukkig zijn ze door de jager gered. Maar deze is helemaal gesloopt geweest. Ja, op zekere dag was Roodkapje naar het zoeken. Mist. Nou, dan komen we over Antje Pantje huisjes gesproken. We komen zo meteen om de hoek, ik waarschuw vast, zeg maar. Komen we bij Il Bottega di Geppetto. Maar Geppetto is niet thuis, want die zit in de walvis. Of eigenlijk, wij denken dat hij de staatsloterij heeft gewonnen. Knap je ook hier? Ja. Nee, dat is te zien. Of de staatsloterij heeft hem gewonnen, dat weten we nog niet. Oh, sorry. La Bottega. Niet heel la. Maar ja, mijn Spaans en Italiaans weet niet meer zo wat het geweest is. Oh, leuk. Oh, chocolaatjes. Wat is gesloten? Oh, het is een chuzo. Maar als je wil weten waarom die gechuzo'd is, dat zie je daar. Dit is nu. Komt hij? Hij zit achterin zijn strot, zit hij. Moet niet iets doen, moet je denken. Nee, ja, normaal gesproken wel. Ja. 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 Oh, Geppetto zit nog achter. Ja, ja. Voorbij Sneeuwwitje kijken. Wie is de mooiste van het hele land? En steeds antwoordde de spiegel. Majesteit, zo mooi als u is er geen. Iedere vrouw heeft u wel het mooiste van iedereen. Maar Sneeuwwitje groeide op. En Sneeuwwitje groeide op. Op een dag antwoordde de spiegel daarover. There's no business like show, business like no business I know. Al ben je nog zo goed, je komt niet altijd ver. Je wordt niet zomaar een grote ster. Je lacht en hey, het is niet om aan te horen. Oh. Ik lig lekker te slapen. Lekker in allemaal kabaal. Wat roepen? Ja, ik heb het niet. De grote mannen die hier hebben zijn
lopen inmiddels in Vliegende Hollander. Net door de smokkel gaan. We zijn met al bijna. Daar ben ik weer. Wat leuk. Gezellige muziek. Is iedereen er nog bij? Niemand achtergebleven? Zijn we nou met vier? Gezellig in de kroeg hier zo. Eerste wacht, we zijn er al bijna. Nou ja, daar motten we zo naartoe. Naar beneden. We zijn er wel bijna. Wat dat ik ineens ga praten. Ja, dat is eng. Ik heb nog nooit van mijn leven geluisterd. Ja, het beweegt. Ik zeg gewoon, het is mijn mond, daar ga ik mee praten. Ik zeg terug. Oh, nou ik wil uit mijn nek. Dus maar ik vraag me dan af wat de trainer dan laat daar aflopen van die wedstrijd. Is dat leuk? Ik ben dat. Is dat leuk? Ja. Mag wij zo een keer. Dat heb ik nog een keer. We stappen er naar. Inmiddels weer onderweg naar de uitgang. Het is een gezellig moederdag, dagje Efteling. Weer als best. Een beetje regen gehad. Ik was in de wachtrij van de baron als enige, de rest wilde niet. Dus zei dat het geregend. Ik dus niet. Maar het is dus weer, de dag zit er weer op. Een leuk gezellig dagje gehad. Dus we gaan lekker onderweg naar huis. Vergeet ook alsjeblieft onze giveaway nog twee kaartjes voor de Efteling, waar we nu zijn. En ja, je hoeft er niet heel veel voor te doen. Ik heb op Facebook weer een hint gegeven. Het is allemaal niet zo moeilijk. Dus doe gewoon mee. Krijg gewoon die kaartjes. Trekking zal echt het eerste, ja, het laatste weekend van mei of het eerste weekend van juni. Ik weet niet precies hoe dat valt. Het zal trekking zijn. En dan gaan we ze gewoon echt weggeven. Ondanks al die nep acties die er zijn. Wij geven ze echt weg. Echt gewoon geen geintje. Geen haak en ogen. Komt helemaal goed. Dus vergeet ook niet te liken, te subscriben. Bedankt voor het kijken weer. En tot de volgende keer.